Dames en heren, jongens en meisjes, het is vandaag zondag 18 april. En dat wil zeggen dat de bekerfinale op het programma staat. En nu is de finale natuurlijk altijd vet. Weet je, wanneer je speelt, speel je om de prijzen. Dat is waar het om draait. Maar vandaag is het voor mij een extra bijzondere dag. Want de bekerfinale is tegen Vitesse. En de mensen die mij kennen, weten dat ik ook liefde heb voor Vitesse. Ik ben geboren in Arnhem, kom hier vandaan, ben opgegroeid natuurlijk ook met Vitesse, ook met Ajax uiteraard. Ik heb het hele verhaal denk ik al een miljoen keer verteld, dus dat ga ik nu niet opnieuw vertellen. Maar wanneer er dan zo'n dag als vandaag voorbij komt, ja, dan geniet ik daar extra zoveel van. Laten we kijken naar de opstelling van Ajax, want dat is waar we nu even naar gaan zitten kijken. Ik denk dat Rens... Althans, ik hoop dat Rens op tijd hersteld is. Mazraoui zit wel weer bij de selectie. Zit hier ook bij, zoals je kunt zien. Timber achterin, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberg, Klaassen. Neres niet. Neres wissel ik voor Anthony. Neres is niet een goede doen. Anthony ook niet helemaal, moet ik zeggen hoor. Tadic links buiten. En dit is gewoon de bekerfinale. En daar mag Allaire wel spelen. Dit gaat de opstelling van Ajax zijn. Ik denk niet dat hij heel erg veel gaat variëren en avontuurlijk gaat doen. Ik denk dat dit een hele logische beslissing is. Laten we er niet tegenin gaan. Gaan we een match spelen? Ja, ik merk toch wel. We zitten op een bepaald punt. Wat toch wel enigszins pijnlijk is. De laatste twee meeste voorspellingen. Die heb ik exact qua stand goed voorspeld. En dat waren twee hele negatieve resultaten. We gaan zien wat het vandaag gaat brengen. Hij staat dus weer op Legendary, zoals ik al zei. Zal het moeilijk zat meekrijgen, maar we gaan het zien. Ajax Vitesse, op dit moment in de Johan Cruijff Arena. Maar dat is omdat de Kuiper niet in zit. Waarom zit de Kuiper nog steeds niet in trouwens? Erg raar. Dat had ik inmiddels toch wel verwacht. Die Koning Stadion. Voor Ajax. Ik denk niet dat het een uitgemaakte zaak is dat Ajax zomaar van Vitesse gaat winnen. Ajax heeft natuurlijk een flinke knauw te verwerken gekregen. Afgelopen donderdag uitgeschakeld door AS Roma. Ja, dan kunnen we wel heel stoer gaan doen met... maar wij waren de betere partij, wij verdienden meer en bla 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 bla. Nee, dat is niet hoe voetbal werkt. Voetbal, je speelt om te winnen. En als je dat mooi kan, is dat mooi meegenomen natuurlijk. Maar weet je, meer balbezit hebben, maar totaal niet gevaarlijk kunnen worden. Weet je, dat kan je alleen maar op jezelf afwijzen. Even kijken. Hier gaan we gelijk. Oh, jezus. Deze had ik door de lucht moeten spelen. Dat was een hele beloftevolle aanval. Veelbelovende aanval. Dat is wat ik wilde zeggen. Kijk. Hoppa. Martinez. Lekker scherp. Dat is precies wat we van hem willen zien vandaag. Vitesse zit er goed tussen elke keer hoor. Het zijn van die balletjes waarvan ik denk van, het is geen risico en toch komen ze niet aan. Nee. Take the shot and a goal. Not bad for Stoke. Ah! Je ziet het gebeuren, hè? Nou, dit is niet de start die we willen zien. Als we Ajax hier zijn, toch hoop ik op een wedstrijd met veel doelpunten van beide kanten, veel aanvallend voetbal. Maar dit is dramatisch. Dit lijkt helemaal nergens op. Heel slecht verdedigen ook. Van mij, ik kan niemand hier de schuld geven, behalve mezelf. Dit leek helemaal nergens op. En vooral ook omdat er twee van die hele slordige balletjes waren, waardoor er een counter werd ingeluid. Ja, nergens voor nodig. En je ziet het, de deksel op je neus. Vitesse blijft in balbezit. Probeert weer de weg naar voren in te zetten. Kijk, en daar gaat Daza. En dat is het allermoeilijkste, vind ik, op deze moeilijkheidsgraad. Alleen al de bal proberen af te pakken, man. Je moet snel reageren. Anticiperen. Nou, kom. En we geven een ingooi weg. Oké. Toch wordt het wel de hoogste tijd dat wij ook aan aanvallen gaan denken. Tadic wint hier de bal.
Zit de sprinter naar voren. Zou natuurlijk veel sneller moeten zijn dan Daza, maar dat is hij totaal niet. Echt totaal niet zelfs. Komt niet eens bij in de buurt. Ah, Allaire. Hier moet je veel sterker zijn. Echt veel, veel sterker zijn. Weet je, gast. We hebben niet voor niks 27 miljoen uitgegeven aan een spit van 3 meter en 120 kilo. Als je niet zomaar weg laat zetten hier. Was dat Bazour? Bazour wel een fenomeen hoor. Dit is hem bij Vitesse. Maar helaas ook buiten de lijnen. Dat hij weer van zich doet laten spreken. En niet op een positieve manier. Erg jammer, erg jammer. Deze jongen heeft zoveel kwaliteit in huis. Maar ja, lijkt het gewoon niet te willen leren. En had natuurlijk, weet je, als je sec kijkt naar zijn voetbalkwaliteiten, hoort deze jongen natuurlijk nooit bij Vitesse te voetballen. Maar ja, er zit elke keer een draadje los bij hem. En daarmee vergooit hij al zijn kansen. Ajax vooralsnog niet overtuigend hier. Kijk, goede steekbal van Klaassen. En dan is er in één keer ruimte. En een dramatische voorzet. En die weer opnieuw gezocht. Ik kan hem hier niet voorgeven. Tadic. Allaire. Ach, jongen, jongen, jongen. Waarom probeer je hem nou weer terug te leggen? Hij probeerde in één keer te draaien naar zijn andere been. Als hij gewoon direct uit had. Nou, ik wil niet zeggen dat het automatisch een goal is, maar. Nee. Ajax, het voelt heel erg Roma-achtig aan. Ajax op zoek naar een opening, maar loopt daar elke keer vast. Op de verdediging. Bijt zich stuk. En dat is toch wel iets wat we een beetje zien bij Ajax sinds de interlandbreak. Het is een beetje, ja, er is zand in de motor gekomen. Laten we daarop houden. De ploeg speelt niet goed, wint wel zijn wedstrijdjes. Europees gezien dan niet. Maar het draait niet lekker. Nou, kom. Hou hem voor je. Shielding the ball superbly. Ik maakte daar contact. Ik was heel even bang dat hij zou fluiten voor een pingel. We zijn alweer bijna bij de rust. Nou, komt hij. Gravenberg met de loopactie. Wordt achterna gezeten. Weet zich los te breken. Yes! Woehoe! Oh, wat een heerlijke timing deze ook, hè. Op slag voor rust. Ryan Gravenberg met een goede loopactie en uitstekend schot. Leek hem daar net iets te ver voor zich uit te spelen. Hier. Maar de keeper blijft staan. En daarmee is pas weer geklopt. Bazour probeert hem nog te achterhalen, maar is daarbij te laat. 1-1. Ajax Vitesse, 44ste minuut. En Ryan Gravenberg. Nou, wat ik al zei, we spelen niet heel erg goed. We proberen het wel. Lukt niet altijd. Dan toch wel lekker dat je die gelijkmaker maakt. Want om heel eerlijk te zijn, Vitesse lijkt ook weinig aanspraak te kunnen maken op iets. Maar scoorde natuurlijk wel bij een eerste uitgelezen kans. En dat was van ons deze eigenlijk. De enige echt hele goede kans. Af en toe een paar vreemde aannames. Gaat het mis in de laatste paas. 1-1. Het is tijd dat Allaire ook even opstaat. Even kijken, 66% balbezit voor Vitesse. Ik denk niet dat we dat gaan zien vandaag. Maar wie weet. We gaan even wat veranderingen doorvoeren. Ik ga Alvarez achterin zetten. Dan zetten we Klaassen hier in een iets meer verdedigende rol. En dan zetten wij Kudus hier op 10. Thalys laten we links buiten staan. En brengen we Neres. Nee, dat doen we nog niet.
Laat het vooralsnog hier even bij. En thanks guys voor de opheldering waarom mijn opstelling continu door elkaar werd gehaald. Dat had er dus mee te maken dat hij verschillende opstellingen kan aanhouden bij verschillende aanvallende mentaliteiten. En als je hem dus van neutraal op aanvallend staat zet, dan heb je een andere opstelling. I guess. Wist ik niet. Ik speel te weinig FIFA daarvoor, denk ik. Vond het wel hinderlijk. En het is ook niet heel erg duidelijk. Niet intuïtief. Tanane. Die gaat hem op goal schieten, dat weet je bij hem. Ja, het is geen realistische weergave van Tanane. Maar het is maar de vraag hoe Ajax hiermee omgaat. Weet je, voor Vitesse. Die hebben natuurlijk de hele week kunnen uitkijken naar dit duel. Kunnen trainen. En Ajax heeft toch een flinke klap te verwerken gekregen. Hoe gaan ze daarmee om? Het zal ze niet lekker zitten. Ik geef Vitesse absoluut kans hoor. Oh. Kom op. Ja, daar was ik al bang voor. Ja, uiteindelijk, hij schiet toch wel redelijk vroeg. En ik wilde trouwens ook nog wel heel even... Ik zag dat er een hele ophef was online op Twitter. Ik zag een videoclipje van een programma. Ik weet niet eens welk programma het was, maar er zat Peter R. de Vries, Marcel van Roosmalen zaterdag. En Peter R. de Vries zat nogal denigrerend te doen over de KNVB-beker. En dat het voor Ajax niet uitmaakte en niemand boeide het. En eigenlijk was het meer een last dan een prijs. Peter R. de Vries moet zijn mond houden. Wanneer je in voetbal speelt, speel je om de prijzen. Als je meedoet aan een competitie, speel je om te winnen. En los daarvan of het resultaat alleen een beker is of een Champions League plaats, je moet willen winnen. Altijd. Daar speel je voor. Je speelt voor de prijzen. En als je dan heel laf van tevoren gaat zeggen, ja nee, we gunnen Vitesse meer. Want weet je, wat maakt het nou voor Ajax uit dat ze voor de 20ste keer dat ding winnen? Tuurlijk maakt het uit, daar speel je voor. Wat maakt het uit dat Ajax voor de 36e keer landskampioen wordt? Tuurlijk maakt het uit. Nee, ik vond het zo'n slap gelul. Weet je, als je dat echt vond, als Ajax dat bijvoorbeeld ook echt vond, dan laat je je toch meteen in de allereerste ronde uitschakelen van de KNVB-beker. Heb je een flink aantal wedstrijden minder, waardoor je een fittere selectie overhoudt aan het einde van het seizoen. Wat je weer kan gebruiken voor de competitie of voor Europese duels. Nee, dat is onzin natuurlijk. We spelen in de KNVB-beker omdat we die willen winnen. Net als de Johan Cruijff. Net zoals de Johan Cruijff. Ik wil die gewoon winnen. Ieder seizoen, ik wil hem winnen. Weet je, het levert niet zoveel op. Dat maakt niet uit. Maar je wil hem winnen. Het is ook een lekker begin van het seizoen natuurlijk. Nee, geen goede loopactie van Anthony daar helaas. Kom, loop. Oh, daar had Gravenberg moeten gaan. Daar had Gravenberg echt moeten gaan. Het lag helemaal open achterin. Sterk blijven. Nou, ik weet niet wat er met Allaire is in de game, maar trouwens ook in het echt. Jezus, hij kan niet eens een bal vasthouden. En gelijk een counteraanval van Vitesse. En dan ligt het toch redelijk open. Maar Vitesse neemt... Jezus, wat een kans. Je hebt ook heel lauwtjes ingegrepen hoor. Nou, komt ie. Opnieuw. 1-2. Ja, beproefd recept, maar het lijkt hier niet te werken. Ryan Gravenberg. Mohamed Kudus. Nou, kom. Doe het nog een keer. Nee! Oh, nee! Ik kreeg veel te veel tijd en ik ging nadenken. En, oh, ik had deze moeten plaatsen. Ik wilde net zo hard in binnenrammen als die eerste, maar... Oh. Nee. Dit is niet wat je wil zien. Kom op. We gaan het nog een keer proberen. Oh, dat was de kans. Dat was hem. Als je die niet maakt, ja... Dan heb je het vooral aan jezelf te danken. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Anthony hier. Met een dramatische voorzet. Echt, hoe krijg je hem van je fucking voet? Jezus, man.
Ik begrijp er niks van, hè. Dat zijn echt de makkelijkste voorzetjes die je zo kan geven. Het is letterlijk scheppen. En in FIFA mislukt altijd. Dus ik had ook beter moeten weten, hoor. Maar. Sebastian Allaire. And threading it forward. And the ball is in. Bam! Well, the goal. Nee! Ah! Yeah, good football. Buitenspel, helaas. Oh, ik dacht dat het randje was. Het scheelt niet veel. Nou, het scheelt toch wel aardig. Oké, helaas. Helaas. Och jongens, ik moet wel zeggen, Ajax verreweg de betere partij in de tweede helft. Echt niet te vergelijken met de eerste helft. Uitgelezen kansen, we doen er niks mee. Ga je dan de spreekwoordelijke... Oh, wacht even. Kudus met de versnelling. Kudus met de versnelling. En hij doet het! Mo Kudus! Jawel! 84ste minuut. Schiet Ajax op 2-1 voorsprong. Naar een goede versnelling. Dus we zien daarmee zijn verdediger op het verkeerde been te zetten. Sprint naar voren. Kijk, hier was het. En ja, hij is niet meer te achterhalen. Schiet hem heerlijk binnen. En dit is precies waarom ik hem heb gebracht, hè. Kudus veel diepgang in de game. En een aardig schot. En dat zien we hier tentoongesteld worden. Ajax dus op een 2-1 voorsprong. Na eerst op 0-1 achterstand te zijn gekomen. Prachtig. Mo Kudus. Het is nog maar een paar minuten om dit goed te maken. Gaat het gebeuren? Ja of nee? Ja of nee? En Vitesse sowieso. De allergrootste complimenten voor dit seizoen. Wat een seizoen hebben de Arnhemmers achter de rug. Ik zweer het je. Ik weet nog aan het begin van dit seizoen. Thomas Letsch. Ik ken hem niet. Wie is dat? Wie is die coach? Weer een clown zoals Albert Ferré. Geen idee. Deed het fantastisch. En komt ook ijzersterk over in de media naar mijn mening. Heeft zijn contract verlengd. Fantastisch gedaan. De Vitesse-selectie leek aan het begin van het seizoen ja, de minste in jaren. En dat is misschien op papier qua namen nog steeds zo. Maar Letsch heeft er echt een team van weten te smeden. Alle respect naar hem daarvoor. En daarom geef ik ze ook zeker een kans. Waren ook ijzersterk in de arena begin dit jaar. Ajax won wel. Maar een beetje fortuinlijk. Hoort erbij te zitten natuurlijk. Dat is misschien hier niet heel veel anders. Maar Vitesse gaat nog voor een kans. Nee. Nee, nu zit het erop, wilde ik zeggen. Ja. En het eindsignaal. Hier is hij. Mijn meeste voorspelling. En het zou wat zijn als we nu 3 wedstrijden op rij. Gewoon de juiste stand hebben weten te voorspellen. Ajax tegen Vitesse. Zondag 18 april. De bekerfinale. Ajax wint hem. 2-1. Doelpunten van Ryan Gravenberg en Mohamed Kudus. Jongens. Dit was de bekerfinale. Laat hieronder in de comments weten wat jullie denken dat het gaat worden. Wie er met de prijs vandoor gaat vanmiddag. En mocht je dit nou een leuke video vinden, laat dan dat duimpje omhoog achter. Daar help je het kanaal enorm mee. En vergeet ook niet te subscriben. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, jongens. Ciao.